Nijmegen maakt zich op voor de derby van zondagmiddag NEC tegen Vitesse. Op verschillende plekken wappert het rood, zwart en groen. Zelfs winkeliers laten zien dat ze achter NEC staan. Deze bakker heeft zelfs NEC gebakjes. Robert, jij bent een bakker, maar ook NEC-fan. Allebei. Een echte bakker en een echte NEC-fan. En nu zondag de wedstrijd tegen Arnhem. Ik durf het bijna niet te zeggen, het V-woord. Maar hoe kijk jij ernaar uit? Dat is eigenlijk een van de eerste dingen die ik realiseerde na de wedstrijd van NAC. Toen we tegen NAC speelden en godverdomme, we gaan toch naar de Eredivisie toe. En oh, heerlijk, de derby. Komt aan komend jaar weer. Lekker, hè? Heerlijk. Hoe leef jij er naartoe? Dat is denk ik toch wel de wedstrijd van het jaar. Zeker de eerste keer Vistas hier thuis ontvangen. Is toch wel lekker gevoel. En ja, dat is de wedstrijd van het jaar voor mij. En hoe pak je uit als bakker voor deze wedstrijd? Ja, we hebben gewoon weer de NEC petitvoers die eigenlijk ook ons door de promotie heen hebben geholpen. En we hebben natuurlijk de vlaggen overal in de winkels hangen. En ja, voor de rest zijn we ook wel een beetje zenuwachtig natuurlijk. Ja, je hebt 4 filialen en je hebt overal de vlag uitgehangen. Ja, zeker. Dat hoort toch ook? Iedereen moet weten dat ze spelen. Eigenlijk zou je het elke wedstrijd moeten doen. En zijn die NEC gebakjes, zijn die nou lekker? Heerlijk. Heerlijk zoet. Heerlijk zoete overwinning. Mag ik ze proeven? Jij mag dus om te proeven. Okay. En nog even de laatste vraag. Zondag, derby, 2:30. Kolkende Goffert, wat wordt het? 2-0 heb ik al verteld. Dat weet ik zeker. En dan lekker bier drinken en feesten. En zo niet. Hebben we toch een mooie wedstrijd gezien, toch? Ook bij het stadion wordt al druk gewerkt om alle zondag in goede banen te leiden. Zo zijn er ook extra hekken geplaatst. Zondag, NEC Vitesse. Kijkt u ernaar uit? Ja. Al 4 jaar lang. En nu is het bijna zover? Ja, dat worden 2 slapeloze nachtjes. Ik verwacht dat we gewoon gaan winnen. Klaar. Als al het publiek erachter gaat staan, gaan onze jongens het hartstikke goed voorbrengen. Daar ben ik 100% van overtuigd. Strijd. Vechten. En winst. En punten. En dan lekker aan het bier. Zeker weten. Zaterdagochtend is de laatste training voor de wedstrijd waar traditiegetrouw supporters nog even de spelers komen aanmoedigen. Zondag om 2:30 wordt er dan afgetrapt in de Goffert.